De onderzoeksagenda voor het slavernijverleden 2022-2033 is bekend. Dit is een van de punten waarvoor het Nationaal Comité Herdenking Slavernij en Onderzoek naar de Gevolgen van het Slavernijverleden zich beijverde sinds haar oprichting in 2022. Helmoet Gesius, trekker van de groep onderzoek binnen dit comité, zegt dat onderzoek naar het slavernijverleden niet onbekend is in Suriname. Echter moet binnen de onderzoeksagenda de focus gelegd worden op onderzoek vanuit een meerstemmig Afro-Surinaams perspectief. We kennen vooral het historisch perspectief. Meneer Sunder heeft met zijn boek Herstel van Betalingen een economisch perspectief vooral geschetst. Maar er zijn dus ook nog andere perspectieven, ook medisch perspectief, psychologisch perspectief. Sociologisch perspectief. Dat zijn allemaal invalshoeken die nodig zijn om te weten wat er zich vooral in de slavernijperiode heeft afgespeeld. Maar meerstemmig, dat wil zeggen, dus niet alleen wetenschappers moeten aan het woord komen, maar ook niet-wetenschappers. Ja? Niet alleen mannelijke wetenschappers, ook vrouwelijke wetenschappers. Ga zo maar door. En in Nederland is in feite al onderzoek gestart naar doorwerking. En zoals ik al heb aangegeven, we hebben dat als aanleiding gezien om ook hier richting te helpen geven aan vervolgonderzoek. Voor de vaststelling van een agenda heeft de werkgroep onderzoek van het Nationaal Comité Slavernijverleden een kort onderzoek verricht onder de Afro-Surinaamse gemeenschap in Suriname. 5 thema's zijn vervolgens uitgekozen voor opname in de onderzoeksagenda. Ook is de focus gelegd op de doorverwerking, op de doorwerking van de slavernij op de hedendaagse generaties. Vrijwel alle respondenten bevestigen dat er sprake is van doorwerking van het slavernijverleden. En dan noemen ze een versterking van het gevoel van minderwaardigheid, gebrek aan agency, die sociaal-economische, maatschappelijke en systematische ongelijkheid die we kunnen waarnemen. Gender en dysfunctionele gezinssystemen zijn als de meest relevante genoemd. Dus effecten van de vormen van doorwerking. En met betrekking tot het heden, waarmee dus de Afro-Surinaamse gemeenschappen in de districten Parakoroni, Sipaliwini en Brokopondo kampen, zijn achterstelling door het toedoen van de overheid, de boedelproblematiek en die grondrechten kwestie, de onderlinge verdeeldheid vaker genoemd. Er is niet nagegaan welk issue relatief meer speelt binnen welk district. Gesius zegt dat de respondenten van het onderzoek ook hebben aangegeven dat voor het ontwikkelen van een herstelprogramma er enkele gebieden zijn die prioriteit zullen moeten hebben, namelijk economie, sociaal leven, identiteit, historie, leiderschap en bestuur. Het onderzoeksprogramma moet ook bijdragen tot welzijn en welvaart van de doelgroep.